gaat hij eerst nog fouilleren op wapens of... Fouilleren op wapens en voertuigen. Voertuigen gaan getrakken. Ja. De twee voertuigen worden door het snelle responsteam grondig gecontroleerd op vuurwapens. Ontwapend. Ah, er zitten patronen in, hè? Ja. Ja, die was gelapen, geladen en gewapend. Zelfs een foto trekken. Oeh, wat is dat, man? Oh, hier. Hier, een verborgen ruimte. Het is een machinepistool. Ja, hè? Oh. Verborgen ruimte. Wat is dat, Peter? Zo'n kleine Kalashnikov. Wat een vet. Wat een vangst, jongen. Is de Calmer Chicken of hè? Bij een grondige controle van het voertuig blijkt in de twee voertuigen zwaar bewapening te liggen, waaronder een Kalashnikov en een kleine machinepistool. En uiteindelijk blijkt ook in dat voertuig een verborgen ruimte aanwezig te zijn. Drie lege zakken, ik denk dat die erop is gedaan, die lopen al op 4 september al. Zie dat? Munitie. Aanschudden. Laders. Dat weet ik niet. Laders. De lader van MP5 is echt klein. Manneke, lief, jongen. Bravo, 1301. Heeft u al een CITREF gevonden wat dat de doorzoeking ook van de voertuigen heeft opgeleverd? Ik heb enkel 1 vuurwapen en de persoon in de boeite, klopt. Ja, we kunnen dat al uitbreiden naar 3 vuurwapens, waarvan 1 Kalashnikov en een hele zak munitie over. Goed, ja. Die verborgen ruimte is terug toegeklapt. En hoe hebben we die ook? Want die was, de zetel was half los. Ja. Dus ik denk dat die er nog onderweg of zo hebben om pakken geweest of willen pakken. Ik denk dat die nog even willen wegstappen. Want die hebben dat eruit ontzien. Ja. Het labo moet checken op al die verborgen ruimte. Ja. Ze gaan hem binnenzetten en dan ze gaan ze alle twee dan doorzoeken. Maar dat is niet goed. Ik denk dat we hier even een aanslagje hebben veredeld. Zou wel eens goed kunnen, hè? Ja, goed kunnen, daar is ze er zelf vrij zeker van. Yep. Met dank aan die burger dat dat gezien heeft. Ja. Laat ons zeggen dat we vandaag een meerwaarde waren. Ik denk het wel. Ik denk dat we gewoon levens hebben gered. Ik denk het ook. Yes, vamos.